Hi allemaal. Nou, ik zie op Facebook supermooie teksten langskomen en hele fijne quotes en ja, allerlei berustingsmomentjes. En veelal gaan ze op dit moment over: neem tijd voor jezelf, maak ruimte voor jezelf, geniet van de kleine dingen, wees je bewust van je leven. En dat sluit eigenlijk heel erg mooi aan bij het seizoen waarin we zitten in deze winter. Dat we bewust zijn van het feit dat de winter. Even tijd is om naar jezelf te keren, om nieuwe energie op te slaan voor de lente en de zomer en voor het hele nieuwe jaar en voor al je ideeën en je plannen die al wel beginnen te bruisen, maar nog niet zo ver zijn om ook daadwerkelijk uit te komen. Zo hadden we natuurlijk het enorme pak sneeuw vorige week en die bedekte de krokusjes en de sneeuwklokjes. Zo van nee, het is nog te vroeg. Jullie mogen komen, maar je kan nog niet vol tot bloei zijn. Het is nog winter. Neem die tijd. Het kan nog alle kanten op. En werk je tijd uit. En neem die tijd voor jezelf. Wees lief voor jezelf. En ja, ik denk als we dat goed doen en bewust daarin luisteren. En luisteren naar onszelf. Van wat hebben we daarin nodig? En ook echt de tijd nemen. En ja, lief wezen in die zin voor jezelf. Dat je ook tijd neemt voor jezelf. Dat je dingen doet waar jij van opbloeit. Dingen doet waarbij jij energie krijgt. Dus ook echt even self-care. En ja, dat je dan in de lente heerlijk met al die ideeën aan de slag kan. En dat je ze allemaal tot bloei mag laten komen en mag delen met veel mensen om je heen. Maar, en in de zomer nog verder tot bloei. En dat je de plannen helemaal uitgewerkt, heerlijk ja, bewerkt kan stellen. Dat je kan gaan manifesteren. Dat je er ook echt klaar voor bent. En in de herfst vervolgens terug te kijken van goh. Al die kleuren, wat heeft me dat gebracht? Al die herinneringen die ik nu heb opgeslagen, dingen die ik super fijn vond, dingen waarvan ik juist geleerd heb, oh, dat ga ik volgend jaar toch anders doen, dat laat ik los. Om vervolgens in die winter waarin we nu dus zitten, weer opnieuw die energie op te slaan. En opnieuw te gaan beseffen van, ja, wat heb ik nodig? Wat is goed? Wanneer was ik allemaal lief voor mezelf en wanneer neem ik die tijd? Ja, en het lijkt me gewoon heel leuk om jullie te vragen van, goh, trek eens de natuur in. Neem daar even een moment voor jezelf. Wandel een half uur of wandel een kwartier. Ga op een bankje zitten. Maar kijk echt even, ruik even van wat doet die natuur me? Wat brengt het me? Waar kan ik een voorbeeld aan nemen? Zie je mooie bloembolletjes uitkomen? Zie je takken uitlopen? Zie je de knoppen klaar zijn om straks in de lente open te gaan? Wat zorgt ervoor dat het jou rust geeft of juist extra aanzet? Ik ben heel benieuwd en het lijkt me heel leuk dat we dat dan samen kunnen delen onder een van deze posts. En dat we dan, ja, ik zal ook even de quotes en de plaatjes erbij zoeken die me inspireerden tot deze tekst. En ja, wees lief voor jezelf. Neem die tijd voor jezelf, zodat je daarna de juist extra kan zijn voor anderen. Een uitgeruste vrouw zorgt, hè, een uitgeruste man ook, zorgt ook dat je gewoon in je leefomgeving prettiger bent. En ik denk dat de natuur ons daar een heel mooi voorbeeld in geeft van, goh, neem nu die rust. Geniet van het weekend van het prachtige weer. Maar ga niet vol open, want we zijn nog niet zo ver. Neem even je tijd en geniet. Fijne dag allemaal.